Hallo lieve steenbokken, welkom bij je reading, mijn tarot reading voor april 2020. En eerst wil ik je bedanken voor het kijken, voor de leuke comments die je geeft. En uiteraard ook dat je lid wordt van mijn channel. Hoe leuk is dat om ja, met tarot, liefhebbers, elke maand uh, samen te komen en natuurlijk ook wel uh, 8 april de nieuwe de volle maan in Weegschaal. En de 23e Nieuwe Maan in Stier. En uh, nu vooral jullie eigen reading. Want de afgelopen maanden hebben jullie ook wel een beetje moeite gehad met jullie zelf. Als ik het dan zo vriendelijk uitzeg. Jullie zijn echt aan het verpoppen geweest. Maar her en der voelde dat toch wel echt als... Zand in je onderbroek, dat je echt dacht af en toe van, getverderrie, ik zit hier helemaal niet op te wachten. En dan zeg ik tegen je van, hoe raar dat ook klinkt, dit is jullie periode waarin je echt jezelf veel meer gaat waarderen. En het is natuurlijk ook een periode waarin de echte waarden en normen uh, En. en Waarde van het leven en de waarde van jezelf en de waarde van je eigen gezondheid en de waarde van je eigen vermogen om zo goed te kunnen verbinden en lief te hebben naar voren komen. Ik heb astrologisch een beetje voor je uitgeplozen en op 4 april komt Venus in je zesde huis en dat is heel erg goed om voor business om te onderhandelen, voor je gezondheid, maar echt om jezelf enorm te gaan. Ik kan goed nieuws komen, dus voor je werk. Of dat je zegt: Van uh, ik kan, dit is een ideale periode om goed te kunnen onderhandelen. Als Venus in dat zesde huis komt. Op 8 april is het dus die volle maan. Het is een supermaan. En die komt in je tiende huis te staan. En dat betekent dus dat je social heel erg zichtbaar wordt. Maar ook populair. En eigenlijk. Uh, ja, een beetje een fast pass krijgt in het leven. Zo van je hoeft niet in de rij te staan. Jij bent nu aan de beurt. Mercury komt in je vierde huis te zijn. En dat betekent het, hu het huis van je, letterlijk van je huis en maar ook van je familie. En het kan zijn dat je wat met familieleden hebt uit te bespreken, of te bespreken, of nieuwe grenzen te bespreken. En het 23e. Komt uh, de nieuwe maan in stier te staan in jouw vijfde huis? En dat is het huis, echt een mooi huis: een huis van romance, maar ook van een nieuw business. Dus bijvoorbeeld dat je van je hobby echt nu je business kan maken en je passie. Nou, hoe leuk is dat? N Nog geen kaartje getrokken. En nu zeg ik al van ja, hartstikke fijn. En mijn andere tarotkaarten vallen op de grond. Dus ik ga zo even uit beeld. Maar ik ga eerst van. Stacey DeMarco, Divine Animal Oracle kaarts voor je trekken. En aan het einde mijn lievelingsprofeet, wijsgeer, verlichte man, schrijver, ziener, dichter. Oh, Rumi En de traditionele Rider-Waite kaarten, weliswaar met de mooie regenboog eroverheen. Welk dier gaat jullie hart verwarmen en influisteren? Tarantula, dat had de kreeft ook. En ik zeg: schrik niet van deze web. Want wat het voor mij betekent. Ik wil je ook wel even de traditionele voorlezen. Maar wat het voor mij betekent. is dat het leven. de divine presence. het goddelijke. helemaal je gaat omsluiten. En dan kan je zeggen van. Hmm, dat klinkt helemaal niet lekker, Mabel. En zeker niet met een tarentula op mijn hoofd. <laughs> Wat moet ik ermee? En ik zeg: het gaat je om, omsluiten als een kokon. En ik zeg: dat is een zegen. Zullen we eens even kijken of in de Marco het daarmee eens is? Het is kaart 13, dus 4 is ook bouwen. Even kijken, want 4 is het fundament. Hè? Oké, okay. connection. Kijk, ze is nog niet zo gek, hè? It's a time to bring together uh, desperate aspects of your life. Everything is connected. When you are afraid or unsure, it's important to know that you are never alone. You can do magic, we all can. En ik zeg, ze zegt dus hetzelfde, maar ik neem een andere invalshoek. Ik zeg, laat het. Laat de liefde, laat God... Laat de Divine Presence heel dichtbij je komen. En laat die je omsluiten en al je angsten in een couveuze leggen van warmte en liefde. En moet je eens kijken wat er dan tevoorschijn gaat komen. Ik je even mijn tarotkaart van de grond afpakken? Zo. Ja. Bottom of the deck, de hoge priester. Het is mijn persoonlijke kaart, de 5. Dus het heilige woord verkondigen. De meester zijn, maar ook de leerling. Kunnen en durven zijn. Oké, okay, de eerste week voor mijn lieve, mooie, prachtige, zalige steenboeken. Treuren over iets wat er niet is. Nou, dat past heel goed. Bij je laatje. Je hebt drie omgeschopte bekers aan de voorkant. En je ziet niet dat de twee aan de achterkant zich aan het vullen zijn. Jullie zijn er dus ergens bang voor. En ik zeg. begrijp ik? Tuurlijk begrijp ik dat. En ik vind dat je je angsten moet koesteren en naar je toe moet halen, want ze hebben je iets te zeggen. Ze willen erkend worden. Um... Ja, je kijkt misschien naar de crisis en je kijkt misschien wat er van je af wordt genomen. Maar je weet nog niet wat er aan de andere kant. Kijk, angstig. Je bent angstig. Je bent angstig. En ik zeg, lieve schatjes. Er is een andere tijd nu. Hmm. Hoe is het mogelijk, hè? Die kaarten praten. Die zeggen: Ja, je bent angstig. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat wil... Ik wil dat niet, niet doen. Maar die negen van zwaarden zegt mij ook: uh, je ziet niet wat er buiten je is. En buiten je, daarom zeg ik, doe je ogen open. Buiten je is het al veranderd. Dit, is, dit, zijn, dit zijn de oude angsten van de afgelopen tijd. Maar je bent klaar voor het nieuwe. Kijk eens, in de derde week. Direction. Je weet nu waar je naartoe wil. He, he. Uh, zucht van verlichting. De, in de rechterhand heb je al je wereldbol. En je gaat gewoon op stap. Heel duidelijk. Je weet het nu. Oké, okay, wat heb ik in die vierde week voor je, lieve schat? Five of Wands. Die ga ik voorlezen uit de tarot van het goede. Vijf of wands. Want ik wil niet te veel tegen jullie zeggen. Komt goed, komt goed, komt goed. Ik wil ook jullie energie heel serieus nemen. Uh, staven moet ik zoeken. Water. Vuur. Creatieve brainstorming. Eenheid in diversiteit. Het eren. Van verschillen. Vijf van staven. Het tarot van het goede is minder traditioneel dan de Rede White. Ik vind deze Rede White. Uh, de vijfde strijd. ben ik het niet mee eens. Creatieve brainstorming, eenheid in diversiteit. het eren van verschillen juist. Ik heb de vrijheid om de ideeën te verkennen die het meest vergezocht lijken. Wat vandaag gek lijkt, blijkt morgen briljant te zijn. En dat zijn jullie. Net zoals een kind dat bereid is om zijn verbeelding te vergroten wanneer een nieuw vriendje in de tuin komt spelen, stel ik mezelf open voor nieuwe mensen en nieuwe ideeën. Geïntrigeerd door wat nieuw en onbekend is. Dit is zo'n moment voor wat tegen de intuïtie indruist. Voor het verkennen van eigenaardige ideeën en wat ze zouden kunnen bieden. Ja, jullie moeten uit je comfortzone. Bottom of the deck, zegen, vier van staven. Oké, okay, wat heb ik voor je? Je bent er al voor de weken. Ik wil er nog eentje extra. Ik wil hier nog eentje extra. Ik wil weten of we nu goed zitten met elkaar. Ja. <laughs> Six of Cups oké. Okay. Je bent bereid een iets ouds uit het verleden. Dat hervind je opnieuw. En je kan je niet voorstellen dat je niet gezien hebt dat je dat eigenlijk geliefd hebt en zo geliefd hebt. En nu komt het terug in je leven. En dat kan een persoon zijn, dat kan een hobby zijn, dat kan een bepaald werk zijn. Jouw ja lieve schatjes. En dan krijg ik uh, die 23 april met die, met die nieuwe maan in stier. Ook weer fantastisch om business neer te zetten. Oké, okay, wat heeft Roemi jullie te vertellen? Ik surf mee op de aanswellende golf van liefde. Deze heb ik nog nooit getrokken. Is prachtig, hè? Magnetisch. En ook een vijfje. Een vijf staat voor vrijheid. Is mijn zielsgetal. Ik zal hem voor je lezen. Vijf. Mijn leven kan in drie uitspraken worden opgezomd. Ik was rauw, ik was gaar en ik was verbrand. Roemie. Hmm. Bijzonder. Ik surf mee op de aanswellende golf van liefde. Zelfs de zwaartekracht kan niet voorkomen dat ik opstijg. De naam trekt de getijden van het leven naar zich toe en mijn ziel, de talentelijke kaarten. En mijn ziel is de eenheid met het gehele leven. Beantwoord haar roep. Een golf van liefde overspoelt me en ik vlieg omhoog, vlieg door het water, om haar stralende lichaam te begroeten. Geleid door mijn hart, mijn scherpzinnigheid, verstoort en mijn geest een wazig warboel. En dus voel ik in plaats daarvan de waarheid van liefde en een goddelijke weerspiegeling die ze vanuit haar stralende hart. Naar me terugkaartst. En wat ze eigenlijk zegt dus jij bent de liefde. Ik surf mee op de aanswellende golf van liefde en zo ga ik jullie reading ook noemen. Zelfs de zwaartekracht kan niet voorkomen dat ik opstijg. Hoe mooi is dat? Ik zal een paar linkjes hieronder aandoen doen lieve schat. Van een korting op een tarot consult of een reading. Een gebed op mijn andere YouTube-channel, De Verlichte Vrouw. Eventueel een tarot cursus. Er is zat te doen om dicht weer bij jezelf uit te komen. En ik zeg je: dit is een fantastische maand. Met al mijn liefde.